Ik denk een tevreden trainer. Jawel. Het resultaat is oké als je terugkomt naar 1-1. Ik had even het gevoel dat we gingen doordrukken. Eindfase, maar het resultaat is goed. En ga je praten over de afspraken en hoe ze het uit wilden voeren. Ja, de verdedigende organisatie stond behoorlijk. Zeker de eerste half uur tegen toch wel een groot Feyenoord. Ja, daar gaf je niet veel weg. Dus dat hebben ze echt ook in energie ook gebracht. Voetballend wil je iets meer nog, maar ja, het maximale hebben we wel eruit gehaald. Ja, dat is ook lastig. En voetballend wil je meer, maar je iets speelt meer. Wel tegen de top 3. Ja, hè? Daarom. Wij moeten niet vergeten dat we hier in de Kuip spelen. Jongens, jonge jongens die voor het eerst hier spelen met publiek. Ja, dan weet je ook dat er een beetje druk bij komt kijken. Maar tegen een team zoals Feyenoord nu dat staan, ja, mag je zeker niet ontevreden zijn. Ik vond Asante leuk om naar te kijken. Ja, die hebben er ook een beetje bij gehouden, die jongen. Ook wel een beetje noodgedwongen qua bezetting. Nou, hij heeft het toen tegen Twente redelijk goed gedaan, vond ik. En hij ziet ook wel een jongen waarvan ik denk, ja, laat hem maar ontwikkelen. En hij deed het vandaag naar behoren zeker verdedigend. En ik denk als hij iets meer vertrouwen krijgt, gaat hij dat ook wel weer aan de bal doen. Ja, je speelde met 5 man achterop. Ga je dat vaker doen of was dat puur omdat het Feyenoord was? Nee, we hebben het ook wel eens tegen AZ gedaan. 3 centraal en dan met de backs. Aaron Meijers die net terugkwam. Zijn kwaliteiten liggen ook wel op de zijkant. Die wilde ik niet gelijk in de 1-1 hebben als linksback. En voorin hadden we ook wat problemen. Dus ik weet dat deze jongens waar we op trainen, dit systeem, maar ook een ander systeem met 3 spitsen. Ja, nou, dan proberen we dat uit. Was je laatste voordat je gaat beginnen aan de competitie? Ja. Wat kan je je proefspelers bieden? Wil je ze houden? Wil je ze vastleggen? Is dit het? Nee, wij moeten natuurlijk ook wel de situatie. We gaan van de week ook wel zitten met elkaar. De situatie waarin wij zitten. Natuurlijk moeten we wat besluiten nemen. En maar we kan weten je wat? Nee, we weten op dit moment dat er niet heel veel kan. Ook nu Marko Vinović weg is niet? Nee, het wordt lastig. Dat is aan directie, maar daar zullen we over spreken. Hopelijk met als eenmaal die overname prikkelen. Ik weet niet hoe ver ze zijn. Als dat voorbij is, en je dan weer kan zeggen, nou, welke posities hebben we overbezet of onderbezet en kunnen we invullen. En ja, we proberen daar nou wel natuurlijk met elkaar in gesprek te blijven. Maar uiteindelijk, de financiële middelen, dat ligt bij directie. Ja, je zegt, ik weet niet hoe ver we zijn, maar ik kreeg allemaal appjes. Wat je bij de collega's van ESPN had gezegd, dat je het gevoel had dat het de goede kant op ging. Ja, het gaat wel de goede kant op, maar jij weet zelf ook wel, je kan rond zijn met een club. Maar op 98%, maar die handtekeningen en dat soort dingen, of op 5% of 10%, dat zijn meestal de laatste afwegingen en prikkelen. Maar, dat scheidt nu ADO van de nieuwe eigenaar, een handtekening? Zover zit ik er niet in. Maar ik weet wel dat men behoorlijk goed in gesprek is met een aantal partijen. En dat het heel serieus is. En we gaan natuurlijk ook wel richting augustus. Dus achter de schermen is men enorm bezig. Dus ik verwacht ook wel dat daar binnen afzienbare tijd, dat we daar hopelijk witte rook krijgen. Waardoor we misschien ook wel kunnen praten over posities. Tot slot, hoe groot is de kans dat deze startelf aankomende zondag weer de startelf zijn? Oftewel, krijg je Gozens, Peet Bijen terug? Nee. Peet Bijen die is nog ver weg. Gozens traint nog niet met de groep. Kies naar andere medische redenen. Nou, van Derrel weten we. Dus we kijken ook. Je ziet ook dat je jongens eruit moet halen. Ten eerste is het 120 minuten, maar die ook wat klachten hebben. Maar we zullen volgende week kijken wie we hebben. En wij gaan gewoon lekker door met jonge spelers.